Op 26 oktober 1676 schrijft Isaac Newton een brief aan zijn grote rivaal Leibniz. Hij wil praten over zijn grootste ontdekking, maar tegelijkertijd wil hij die geheim houden. En dus zendt hij een raadsel. 6a, 2c, d, ae, 13e, 2f, 7i, 3l, 9n, 4o, 4q, 2r, 4s, 8t, 12v, x. Leibniz heeft dit bericht niet kunnen ontcijferen, maar wetenschapshistorici hebben uiteindelijk de Latijnse zin gevonden die verstopt zat in het anagram. Data equatione quodquenque, fluentes quantitatis involvente, fluctionis invenire e vice versa. In het Nederlands gegeven een vergelijking met variabelen, de afgeleide vinden en vice versa. Het gaat hier over differentiaal en integraal rekenen. Een kristallen bol die ongelooflijk efficiënt is om de toekomst te voorspellen. Hiermee kan je de toekomstige beweging van een systeem berekenen als je weet wat de huidige toestand is en de krachten die erop inwerken. Dit heet het oplossen van een differentiaalvergelijking of het vinden van haar oplossingen. Laten we dit bekijken in de Lego-wereld. De wiskundige wereld is immers een beetje een spel waar alles eenvoudiger is dan in het echte leven. Een wereld die soms kinderlijk is. De voetafdrukken geven de wegen aan die de atleten volgen. Hun banen. Veronderstel dat de mannetjes stappen nemen in een regelmatig tempo, maar dat die passen soms groot en soms klein zijn. Wanneer een mannetje snel stapt, staan twee opeenvolgende voetsporen ver van elkaar. Als hij traag stapt, staan ze dicht bij elkaar. De pijl die twee opeenvolgende voetsporen verbindt, geeft de snelheid aan. Het is het verschil tussen de posities op twee opeenvolgende momenten. Vandaar het woord differentiaal rekenen. De 100 meter sprint. Wie zal er winnen? Negen minuten 58 seconden. Bravo! Een beweging bestaat maar zelden uit schokkerige passen. Bekijk bijvoorbeeld deze rijdende auto's. Ze rijden, ze stappen niet. Hoe bepalen we dan hun snelheid? Een eerste idee is om te zeggen dat deze film bestaat uit 25 beeldjes per seconde, zodat men zich kan voorstellen dat de motorfiets 25 pasjes per seconde doet. En zo kunnen we dus praten over zijn snelheid, net zoals we praten over de snelheid van de mannetjes. Newton beschouwt elke continue beweging als een soort limiet van schokkerige bewegingen, maar waarvan de passen zo klein worden dat men ze niet meer ziet. Net als in de film. De snelheid van een verplaatsing berekenen noemt men de afgeleide berekenen. Dat is het doel van differentiaal rekenen. Hier zijn een aantal bewegingen. Wiskundigen noemen deze pijlen die de snelheid aangeven vectoren. Stel je eens het omgekeerde probleem voor. Je ziet pijlen die zowat overal op de grond getekend zijn. Dit noemen we een vectorveld.
stel je een graanveld voor, maar in plaats van graanstengels zie je vectoren. De opdracht van de mannetjes is om zich te verplaatsen met een snelheid die wordt aangegeven door het vectorveld. Makkelijk, zal je zeggen. Ze kijken onder hun voeten, ze zien een vector die hun snelheid aangeeft en ze stappen in die richting met die snelheid. Een ogenblik later komen ze bij een nieuw punt met een nieuwe snelheid. Ze stappen in de nieuwe richting en doen dat steeds opnieuw. Stappen is niet moeilijk. Gewoon een voet voor de andere zetten en dit herhalen. Eigenlijk moeten we uitleggen wat we bedoelen met een ogenblik later. Het antwoord van Newton zou zijn: een oneindig klein ogenblik. We hebben al gezien dat een continue beweging niet hetzelfde is als een opeenvolging van stappen. Het is veeleer een limiet, waarbij de stappen steeds kleiner worden. In plaats van te huppelen als een Lego-ventje, nemen we een auto die continu rijdt. Zo beschrijven we een baan. Een kromme die overal aan het vectorveld raakt. Het is een vectorveld in het vlak en twee punten die de startpunten zijn van twee motorfietsen. De stelling van Cauchy-Lipschitz vat het concept van het determinisme samen. Die punten bepalen de toekomstige banen. Vanuit elk punt is er een unieke baan met dat punt als beginpunt. Elk punt heeft zijn eigen lot, voor alle punten verschillend. Het Lego-mannetje oog in oog met zijn lot. Hij kan enkel zijn eigen baan volgen en twee banen kunnen elkaar dus niet kruisen. Het bepalen van de baan aan de hand van de kennis van het snelheidsveld, dat is het werk van de integraalrekening, die dus het omgekeerde doet van de differentiaalrekening. Hier zie je een groep Lego-mannetjes, netjes in het gelid als kleine soldaten, klaar om te vertrekken. Daar gaan ze. Je ziet dat hun nette ordening snel verbroken wordt. Men spreekt soms over het bepalen van de stroming van een vectorveld, alsof al deze mannetjes op een rivier drijven. Ieder door de stroom meegenomen in zijn eigen baan. Denk aan de stroming van de mensheid, deze 7 miljard Lego-mannetjes die over de aarde bewegen. Of denk aan de stroming van miljarden, miljarden en miljarden moleculen in de atmosfeer van de aarde. Hier is een eenvoudig voorbeeld, bijna naïef, dat ons een zwak punt van het determinisme gaat tonen. Bekijk dit vectorveld. De mannetjes gaan vooruit, diegene links van de centrale lijn gaan naar links en diegene rechts van de lijn gaan naar rechts. In zekere zin is het determinisme geldig, iedereen volgt zijn lot waarover hij geen controle heeft. Maar anderzijds hebben twee mannetjes, die eerst heel dicht bij elkaar waren, een erg verschillend lot. Iets kleins kan de toekomst volledig veranderen. In zijn boekje Matter and Motion, gepubliceerd in 1876, benadrukt de natuurkundige Maxwell
hoe gevoelig fysieke fenomenen zijn voor hun beginvoorwaarden. Hij schrijft het volgende. Er is een stelregel dat dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen hebben. Maar er is ook een andere die je niet mag verwarren met de eerste, namelijk dat bijna gelijke oorzaken ook bijna gelijke gevolgen hebben. Dat is alleen waar als kleine variaties in de begintoestand slechts leiden tot kleine variaties in de eindtoestand van het systeem. In veel gevallen is dit zo, maar in andere gevallen kan een klein verschil in het begin leiden tot grote veranderingen op het einde. Bijvoorbeeld, een klein verschil in de snelheid van de auto kan leiden tot een ongeval. Deze invloed van de beginvoorwaarden op de toekomst is maar één aspect van chaos. Maar er zijn veel complexere situaties. Stel je bijvoorbeeld een vectorveld voor dat niet meer op de grond getekend is, maar in de ruimte. Bijvoorbeeld dit, waarbij je de vectoren ziet op vlakken die langzaam achteruit bewegen. Nu lopen onze mannetjes niet meer, ze vliegen in hun ruimteschip. Op elk moment wordt hun snelheid bepaald door het vectorveld. Zie wat er gebeurt met onze arme Lego-mannetjes. Veel chaotischer. Stel je een mannetje voor die waarzegger wil zijn. Onmogelijk met zo'n achtbaan. Zijn voorspellingen zouden bedrog zijn. Waar zal hij over een uur zijn? Niemand zal het ooit weten. Als het al moeilijk is om de toekomst van een Lego-mannetje te voorspellen, wat dan met de toekomst van de mens?